Hey jongens hier, in deze video zie je hoe ransomware bestanden versleutelt. Het is voor bedrijven en organisaties vaak niet mogelijk om de bestanden nog terug te krijgen in de oude staat. De aanvallers beschikken over de sleutel om de bestanden weer te herstellen. Zolang de organisaties die getroffen zijn door ransomware niet betalen, kan het zijn dat de organisatie niet meer kan functioneren en daardoor failliet gaat. In dit voorbeeld gebruiken we TeslaCrypt. Dit is een oude vorm van ransomware. Er wordt daarom door alle antivirusvendoren tegengehouden. In dit geval heb ik alle bescherming uitstaan. Zoals je kunt zien zijn de documenten leesbaar en bevatten ze erg belangrijke informatie. We gaan nu de ransomware uitvoeren op het systeem. En je zult zien dat het proces calc.exe wel erg veel resources gebruikt. Dit komt omdat het bezig is met het versleutelen van alle bestanden op de achtergrond. We zien dat de tekstdocumenten een extensie krijgen met de .ecc. Dit betekent niet dat de bestanden onleesbaar zijn. Als ik het bestandsformat wijzig, dan kunnen we het document lezen. Echter is de inhoud onleesbaar geworden. Het is versleuteld. In de tussentijd is het calculatorproces lekker bezig op de achtergrond. Nadat alles wat versleuteld kan worden op mijn PC is versleuteld, krijg ik een melding of ik zou willen betalen. Als ik dit zou doen, krijg ik de sleutel waarmee ik mijn bestanden weer terug kan krijgen.